Het Avond IBAO kent dit jaar 56% geslaagden. Schooldirecteur Orsina Silent is niet tevreden met het resultaat, want, zegt ze, het kon beter. Van de 90 examenkandidaten slaagden uiteindelijk 50. De diploma-uitreiking was gisteravond in Sjadin aan de Anton Drachtenweg. Silent wijt het mindere resultaat ook aan de moeilijke omstandigheden waaronder de leerlingen hebben moeten studeren. Het afgelopen schooljaar was voor de meeste studenten een heel moeilijke situatie. Vanwege het feit dat de studenten fysiek werk zijn en fysiek studeren. En dat maakt het combineren van werken en studeren maakt dat inderdaad een beetje moeilijk voor de studenten. Maar ze hebben zich ingezet en dat maakt dat ze vandaag de dag vandaag hun diploma in handen krijgen. We hebben 56% behaald. Ten opzichte van het vorige schooljaar is dat minder. Dat kan vanwege het feit de keuzevakken die de studenten in feite hebben. Hebben de studenten de keuzevakken commercieel economie, bedrijfsbeschrijvende statistiek, dan is er meestal een veel hogere slagingspercentage. Gaat het om de keuzevakken algemeen economie met combinatie commerciële economie of combinatie beschrijvende statistiek, blijkt dat uit de statistieken dat we vaak genoeg dan een lagere slagingspercentage hebben. Orsine Silent, schoolleider van het Avond IMEAO. 50 examenkandidaten ontvingen gisteravond in Sjadin hun diploma. Vanaf komend schooljaar worden er geen nieuwe leerlingen ingeschreven op het Avond IMEAO. Instroom vanaf het tweede leerjaar is wel mogelijk. Volgens Sherida Salman Berggraaf, hoofdinspectie VOS, wordt het Avond IMEAO afgebouwd. Het MINOC was volgens haar daartoe genoodzaakt omdat het rendement van de opleiding heel laag was. Veel te kleine klassen en daartegenover veel leerkrachten die betaald moeten worden, zegt Salman. Ook is het nut van de opleiding niet echt bewezen. Volgens het hoofdinspectie VOS biedt het Avond HAVO genoeg mogelijkheden voor zij die 's avonds hun middelbare opleiding willen voortzetten.